Welkom bij een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Uh, deze week mag ik eens een keer solo doen. Vorige keer was het uh, Nico. Maar dat gaat ons niet tegenhouden om er uh, hopelijk weer een uh, goede en boeiende aflevering van te maken. Um, een vraag die ik de laatste tijd al wel eens vaker uh, krijg. En eigenlijk de afgelopen jaren: um, dat is het, uh, het idee. Hè. We zijn met social media bezig. We zijn content aan het maken. Um, maar het lijkt zo soms een beetje voor uh, de vorm. Want om nu echt uitgesproken te zeggen we hebben er resultaat van of uh, we krijgen er positieve feedback over, dat is wel niet het geval. Dus er ontstaat wat twijfel binnen de marketingafdeling of binnen de organisatie. Uh, we doen wel uh, social media, we zetten daarop in, maar werkt dat nu effectief wel? Um, en dat is een collega dat er ook uh, een heel pakkende uh, tagline rond heeft gedeeld uh, ooit. Uh, het uh, idee is om uh, te stoppen the scroll, om te zien dat mensen effectief stoppen met scrollen. In plaats van dat je uh, de zoveelste post lanceert die daar heel uh, grijs en neutraal is en waarvan dan niemand het warm of koud krijgt, um, een tactiek of een, een, een bewoording die ik er vaker rond meepak, is dat heel veel social media en heel veel advertising ook uh, trouwens spray en praise. Uh, we gaan gewoon dingen smijten en uh, we gaan dingen lanceren. En we zullen wel zien wat dat er uh, zo'n beetje blijft hangen of wat dat er werkt. Zonder dat er een systematiek in zit of zonder dat er iets van voorspelbaarheid in zit. En dat is natuurlijk jammer, want je zet er heel veel tijd en moeite in. En, en vaak ook effectief financiële middelen, dus uh, budget. Uh, dus je zou toch zoveel mogelijk uh, ja, met iets semi-voorspelbaar moeten komen. Uh, of iets waarvan dat je zou kunnen uh, vermoeden of denken dat het gaat werken. Uh, en daar heb ik vandaag eens uh, ja, vijf. Aandachtspunten of afwegingen rond meer, wat je nu specifiek kunt doen uh, om ervoor te zorgen dat je social media content meer gaat opvallen in de feed, zodat je er effectief uh, return uh, van haalt. So, ik zal er anders misschien uh, meteen invliegen. Uh, de eerste is um, dat, of uh, het nu om statische beelden gaat of visuals uh, of statische beelden of video. Uh, dat je wel effectief met heel uh, pakkende uh, beelden gaat werken. Dus moest je met statische beelden werken, probeer dan te vermijden dat je als 13 ja, in een dozijn met een aangekocht stokbeeld komt, of met um, een, een visual die dat heel hard het midden houdt, en die dat heel neutraal is, die dat weinig zegt, uh, die dat ja, niet al te veel emotie oproept, uh, maar probeert met iets, iets pakken te komen. Idealiter dat je zelf gemaakt hebt, dat je niet ook nog bij twee of drie concurrenten hebt uh, zien passeren, uh, maar iets dat heel goed past bij de boodschap dat je wilt brengen, dat de aandacht grijpt, uh, dat, en dat hangt een klein beetje natuurlijk van je brandboek af, maar dat liefst ook een beetje kleurrijk is, uh, dat een kwalitatief beeld is, dus uh, niks te gepixeld gaan pakken of, of waarvan dat de kwaliteit eigenlijk niet volstaat. Um, dat is al een eerste stap. Zorg dat je visual goed is en eruit springt um, en dat je in de feed effectief wel de aandacht gaat grijpen. En dat is met video eigenlijk uh, net hetzelfde. Uh, met video ja, kun je een klein beetje mee spelen, uh, maar er is één beeld dat je altijd als eerste gaat zien. Hè, dat noemen ze ook wel eens de thumbnail. Uh, zie je dat dat iets is waar, dat, waar dat je eigenlijk diezelfde regels op toepast? Hè, dat dat iets is dat in het oog springt, dat opvalt, uh, waar dat, en ik wil dat woord zeker niet te letterlijk nemen, waar dat iets clickbaity in zit, waarvan dat je denkt: oké. Okay, dat kan mensen wel gaan triggeren om, uh, om te gaan uh, klikken of om die video te gaan uh, bekijken, om er in ieder geval langer bij blijven, te blijven stilstaan. Uh, dat is wel iets waar je bewust mee moet uh, bezig zijn. Te vaak wordt een video opgenomen, uh, afgewerkt en dan geüpload as is, uh, terwijl dat er qua thumbnail optimalisatie, er zijn heel mooie cases rond echt wel fantastische dingen te doen zijn. Het verhaal is daar hetzelfde. Uh, video, je bent nog vroeg als je erbij bent. Uh, maar er is natuurlijk al wel een redelijk groot aanbod, dus uh, als je in die eerste oogopslag niet de aandacht grijpt of overtuigd om effectief te gaan beginnen kijken, uh, laat staan uitkijken, uh, dan ben je er heel vaak ook wel aan voor de, de moeite. En nog een tip dat je daarin kan meegeven, dat was een studie die een week of twee geleden was gepubliceerd. Uh, rond thumbnails is heel veel te doen. Er uh, zijn mooie cases rond, ik zal proberen misschien in de show notes ook iets te linken. Uh, maar stel nu dat je heel extreem ga in je thumbnail, dat ik hier vandaag. Uh, uh, Bij wijze van spreken, ik had even een belachelijke trekken, een giraf naast mij uh, zou zitten in een thumbnail. Um, vroeger was dat al zeker genoeg en interessant om de aandacht te grijpen. en moest het op een of andere manier relevant te maken zijn voor marketing, uh, maar probeert mensen daarmee ook niet in het zak te zetten. Um, de, die, die studie waar ik het over heb, uh, die heeft dan aangetoond dat als je dan in de eerste vijf seconden van je feitelijke video moest hier niet fysiek een giraf naast mij zitten of moest ik je een giraf tonen. Uh, dan klikken mensen ook wel weg omdat ze zich een beetje bedrogen voelen door wat je in een thumbnail hebt beloofd. Dus je kunt er, hey, dat is een kunst, hè, mooie thumbnails maken en zien dat dat eerste beeld heel sterk is. Uh, probeer er wel altijd realistisch te zijn en probeer die verwachtingen ook zeker in te lossen in de eerste seconde van je video. Uh, want anders kun je de klik wel hebben, maar dan zijn mensen natuurlijk weg. Dus uh, het inhoudelijke moet natuurlijk ook wel matchen met wat je daar belooft. Dus ga er zeker geen, uh, ja, geen leugens uh, verkondigen of een loopje met de, de waarheid nemen. Uh, het tweede is, uh, zorg dat uh, wat dat je uitwerkt, uh, dus om, om, om te zien dat je de, de, de scroll stopt, dat je een Thumbstopper in handen hebt, probeer ook wel te zien dat je uh, relatable uh, bent en dat je iets heel ja, authentiek uh, toch wel maakt, want je kunt effectief uh, zien dat, er, uh, dat je de, de scroll wel gestopt krijgt of dat je de aandacht vast krijgt, uh, maar probeer je eigen daar niet in te verliezen en probeer wel ergens dicht bij je merk en dicht bij de doelgroep dat je wilt bedienen te blijven. Je zou heel snel mee kunnen gaan in de red race van, ja, dat is effectief de waanzinnigste uh, visual ooit of de waanzinnigste thumbnail of de waanzinnigste post ooit. Uh, maar voor mij past dat totaal niet bij dat merk, hè. Dan stap ik even in de schoenen van de klant. Ja, heel een tijd maar uh, hopen naar hè, wat is het volgende meest waanzinnige dat je kan gaan doen. Dat gaat ook wel redelijk snel uh, door de mand vallen. Dus probeer in wat je doet ook wel dicht bij je merk te blijven. Uw brandboek kan er al een beetje een leidraad zijn, hè? kleurgebruik, uh, tone of voice, de dingen dat je daar zegt. Uh, maar probeert in ieder geval ja, wel dicht bij jezelf te blijven en niet uh, met dingen te komen uh, die dat de één week die richting uitgaan en de andere week uh, die, een andere richting. Probeert wel een beetje een, een lijn te vinden en daar dan uiteraard wel mee te spelen en te experimenteren. Uh, maar zorg dat het authentiek is uh, voor je merk uh, en dat je iets brengt dat relevant is voor de mensen die dat je probeert te overtuigen. Uh, Houdt wel in dat je ja, wat onderzoek moet gaan doen en moet begrijpen uh, wat dat uw doelgroep doet bewegen of waar dat die effectief bij blijven stilstaan. Anders wordt het natuurlijk een, 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 een spel van heel veel gaan AB testen en heel veel experimenteren terwijl dat, dat wel ergens gericht kan. Uh, je zou eh, als marketeer je doelgroep goed moeten kennen en heel goed weten waar dat die van wakker liggen, waar dat die bij blijven stilstaan. Uh, moest je dat niet hebben ja begint dan alsjeblieft niet al met visuals uit te werken of thumbnails uit te werken, maar doe eerst even onderzoek naar oké okay, wat is hier nu iets dat dicht bij mij kan blijven, uh, waarvan ik weet uh, daar ligt uh, de gebruiker van wakker. en je mag dat gerust op de spits drijven, want wederom uh, als je een heel braaf uh, of, of als je een inzicht hebt en je gaat er dan heel braaf mee om, ja, dan gaat er natuurlijk weer niet, niet mee uitspringen. dus probeer binnen die krijtlijnen te kijken, oké okay, hoe ver kan ik dat hier drijven, uh, of hoe ver kan ik met dat inzicht gaan spelen. Om, uh, om effectief op te vallen. He, dus een, uh, een inzicht dat iets te maken heeft met. ze he, zouden uw organisatie inschakelen om efficiënter te werken of om tijd uit te sparen. ja, Durf dat gerust een beetje op de, de spits drijven: he, dat tijduitsparingselement. of hoeveel efficiënter dat uw oplossing is ten opzichte van een andere oplossing. En dan gaat het effectief wel uh, ja, hebben dat de relevante mensen. Uh, of uw doelgroep effectief stil blijft staan bij uw, uh, bij uw boodschap. Het derde is emotie oproepen. Um, emotie bedoelt zeker niet uh, emotioneel in de zin van dat kan maar één ding zijn. Uh, humor is een emotie, uh, inspiratie is een emotie, het wauw-effect is een emotie. Eff effectief iemand dat uh, heel hard onder de indruk is van wat je doet, of, of hoe dat je het hebt gebracht, of hoe dat je het inzicht hebt vertaald. Um, heel droog, heel factueel zijn. Ik weet dat we, of heel veel mensen die, die kijken en luisteren, dat die uh, actief zijn of werkzaam zijn in de B2B-sector. Of daar toch op een relevante manier marketing proberen te doen. En die durven al eens neigen um, naar: Oké, okay, dan moet het heel factueel zijn, dan moet het heel sick zijn, dan moet het heel droog zijn. Is zeker niet het geval. Um, ik denk niet dat we er al eens een dedicated aflevering rond hebben gemaakt. Maar zo het, het, het cliché van ja, B2B en B2C. Die, die definities vervagen, heel het idee is dat ja, een, een, een koopbeslissing, een aankoopbeslissing door een mens, een persoon of een set personen of uh, mensen wordt gedaan um, en dat die uiteindelijk ook van u kopen omdat ze ja, vertrouwen hebben in u en dat ze de menselijkheid van uw merk of van uw team of van, u, van uw campagnes uh, zien of van uw argumenten. Uh, dus ik snap de opsplitsing nog wel, maar er wordt soms wel iets te ver in gegaan van ja, B2B kan alleen maar uh, droog en saai zijn. Is helemaal niet het geval. En zelfs moest je dat willen doen, ja, probeer dan op zijn minst uh, inspirerend te zijn. Wat dat ook een van de emoties is dat ik heb, uh, heb genoemd. Uh, het is niet dat je uh, de grote grapjes moet gaan uithangen of de hyper-emotionele uh, tear jerking uh, visuals moet gaan maken, uh, maar dan op een hoogwaardige manier informatief of inspirerend zijn, um, dat is ook een kunst waar daar niet veel uh, uh, organisaties toe komen. Um, dus ik denk dat ze vaak ze naar het olympisch minimum gaan, als ze dat al halen. Uh, maar om eruit te springen tegenwoordig, gaat dat natuurlijk er, erboven moeten gaan. Eh, boven het absolute minimum van wat je erdoor kunt krijgen eh, in de feed. Uh, en moet je echt wel kijken, oké, okay, wat is hier nu die extra emotionele toets die ik kan brengen, of die extra emotionele laag. Um, om effectief te zien ja, dat mensen bij uw post of bij uw video of bij uw visio blijven hangen. Um, de uh, vierde is effectief uh, relevantie over heel de lijn. Dus ik had het net over uh, authenticiteit die bij jezelf blijven, maar wel uh, passen bij de um, inhoudelijke interesse van uw doelgroep. Um, relevantie uh, daar wil ik nog een stapje verder mee gaan. Uh, daar wil ik een beetje weg bewegen van is um, stel je voor dat iets in uw sector drie maanden geleden uh, relevant was, of heel actueel, of, of brandend actueel was. Um, en dan door uw machine komt er maar veel later mee. Um, of, of pas drie maanden later, kom er maar met uw post of met uw campagne. Ja, dan is dat natuurlijk al een beetje uh, gaan liggen. Dus probeert heel hard de vinger aan de post te houden in wat dat er hier leeft of wat er beweegt in de markt. En probeert met uw machine dat je hebt gebouwd, uw contentmachine of uw social media machine, er wel kort op te zitten. Um, ik weet nu ja, we hebben net de, de politieke campagnes achter de rug. Um, ik kwam er soms zo wat dingen tegen. Um, van uh, politici of, of partijen die daar op trends sprongen bijvoorbeeld of op uh, topics sprongen die daar al uh, twee, drie maanden waren gepasseerd of enkele weken waren gepasseerd, waar ze dan heel laat na datum zagen oké, okay, dit is nu waarschijnlijk door een heel goedkeuringsproces gegaan en nu kunnen we er iets mee doen, maar op een gegeven moment is het verjaard natuurlijk uh, Allee, je zou het in het extreme kunnen trekken en, en, en zeggen: uh, je moet met, in mei niet meer met de, de Valentijnscampagne komen, die moet er op 14 februari uh, staan. Um, en dat is ook ja, hetgeen dat vaak een beetje misloopt bij organisaties: die missen vaak zo de, de, de kort, het korte schakelen uh, en het relevant zijn op het moment zelf en in de, ja, de, de, het gesprek van het moment mee opgaan. Uh, en je merkt heel vaak als er ja, een, een lang goedkeuringsproces is en je ziet de post pas twee, drie uh, weken later, als het niet twee, drie maanden later is, verschijnen. Als het al is ondergesneeuwd en als heel de markt naar iets anders is uh, bewogen. Um, dus probeer er zeker uh, relevant te zijn en niet gewoon je uw, uw, uh, content van twee, drie jaar geleden nog eens te recycleren als die vandaag niet meer relevant is of niet meer actueel is. Uh, want dat is natuurlijk een heel pijnlijke zaak als je die eerste drie stappen hebt doorlopen. Je hebt er heel veel moeite en tijd in gestoken, maar je komt op het verkeerde moment. Ja, dan is het natuurlijk ook uh, weggegooid geld. Of toch voor een, een groot stuk uh, gaat er dan niet een uh, impact mee hebben die dat je zou willen halen. Um, en de uh, laatste tip dat ik hierin wil meegeven om te zien dat je er echt maximaal uh, uitspringt en opvalt, is om heel, um, ja, in het Engels noemen ze dat zo prachtig, clear and concise, maar kort en krachtig dus te zijn uh, met wat dat je brengt. Uh, daar zie ik ook uh, wel al eens dat een bal wordt misgeslagen: dat er in posts of in um, video's, hey, hoe kort of hoe lang ook, Um, dat er uh, all over the place wordt gegaan, dat er vijf boodschappen worden gegeven, drie verschillende CTA's, en we willen er dat in proppen en we willen er dat in proppen. Dat er gewoon te hoge verwachtingen uh, staan ten opzichte van die ene post, uh, terwijl dat ja, de vuistregel eigenlijk zou moeten zijn, ene post, één idee. Um, als je veel complexer gaat dan dat en je gaat verschillende ideeën proberen te proppen in één ding dat je communiceert, ja dan gaat het waarschijnlijk eh, niet blijven hangen of dan gaat het onduidelijk zijn of verwarring scheppen um, en dan gaat het ook weer ja, minder evident zijn dat je de persoon aan de andere kant toe stoppen om effectief je boodschap te doen consumeren. Neem natuurlijk niet weg dat je met een hogere frequentie uh, verschillende posts waar dat telkens één idee in zit zou kunnen delen. Um, het wordt natuurlijk heel gevaarlijk voor marketingafdelingen die dat zeggen. Wij doen ene post per maand. Uh, die gaan niet heel hun verhaal uh, uh, ja, verteld krijgen in die ene post, waar ze dat nou wel vaak proberen. Nu daar en daar heb ik het met Nico ook al een paar keer over gehad in afleveringen. Met ene post per maand, hè, als, als, als je echt heel hoge ambities hebt, één of twee posts per maand. We zien het uh, per maand, we zien het genoeg. Ja, die gaan het sowieso niet waar maken. Um, als je echt, uh, gelooft in je missie en overtuigd bent van je visie, ja, dan ga je daar rond moeten communiceren. En uiteraard altijd maar met één key boodschap per ding dat je de wereld instuurt. Wat dan binnen je een grotere paraplu past, uw bredere strategie, uw reason why als uh, organisatie. Uh, maar probeer je altijd te beperken tot in mensentaal heel eenvoudig, heel kort en krachtig één uh, boodschap per, uh, per post te brengen. Voilà, uh, vijf takeaways uh, of vijf inzichten die je kunt meepakken met je social media team of met je content marketing team. Om meer return te gaan halen en meer stopping power te gaan creëren voor je uh, social media posts. Uh, moest je er nog anderen hebben, dan ben ik altijd heel benieuwd. Kan ik misschien nog een addendum of een uitbreiding maken op deze aflevering? Uh, maar ik denk dat je uh, hiermee alles al in huis hebt om te starten. Om, uh, ja, thumbstopping-content te creëren om te zien dat je de scroll uh, gestopt krijgt en dat je de aandacht krijgt van, uh, van je doelpubliek. Uh, moesten hier nog vragen of aanvullingen op zijn, mocht mij altijd op LinkedIn sturen. Ook de Nico, hij zit er hier niet bij, maar hij gaat ook uh, ongetwijfeld heel graag antwoorden op uh, mogelijke bijvragen dat er zijn. Of je kunt ook altijd uw vraag insturen via meteorisch.eu. Uh, en uh, moest dat er niet zijn, ja, dan zie je en hoor ik jullie heel graag terug voor een volgende aflevering van Revenue Lab. Tot dan. うん。<music>